mishandeld, geestelijk en lichamelijk. Op een gegeven moment was ik het zo zat. Ik was 17 jaar, dat is heel erg beïnvloedbaar. Ik bloot in die tijd ook nog. Je hebt geen vaste woon- of verblijfplaats. Dus altijd die onzekerheid van hoe lang zal ik hier blijven? En stonden ze met z'n tien of zo om die auto heen. En ze moesten allemaal om z'n beurt met mij. Ik gebruik schilderen gewoon als therapie, omdat ik het gewoon rustgevend vind. Eigenlijk is dat de enige soort van uitlaatklep voor mij. Kleuren. Ik ben de hele dag door in mijn hoofd met kleuren bezig. Wat is mooi bij dit, wat is mooi bij dat. Ik ben op straat geboren. En ja, mijn moeder die was alcoholverslaafd en die heeft dus nooit echt voor mij gezorgd. Dat kon ze niet, omdat had ze geen geld voor. Ik heb altijd een zwervend bestaan geleid. En toen zijn we hier naartoe geadopteerd door Nederlandse ouders. En toen begon het hele spelletje juist allemaal verkeerd te gaan. Toen kwam alles eruit. En daardoor sta ik nu hier. Mijn adoptieouders die wisten niet hoe ze met ons om moesten gaan. Die mochten nooit wat vertellen, nooit onze mening. En ze sloegen ons ook altijd de hele dag door. En ja, gewoon een hele kutje gehad. Wel heel veel geld gehad eigenlijk, alles wat ons hartje maar begeerde, zoals ze dat ook zeiden. Maar ja, we zijn alle drie volwassen nu en alle drie met 18 jaar het huis geschopt. Ik wou eigenlijk op dit schilderij wou ik mijn kwade emoties afbeelden. Dus ik wou eigenlijk de duivel schilderen. Of in ieder geval duivels iets schilderen. Maar ik durfde dat niet echt, want ik was bang dat het dan, dat het dan iets ergs zou gebeuren als ik het in mijn huis zou ophangen of zoiets. Een beetje bijgelovig. Het moment dat ik van meisje met een dak boven hoofd naar het moment op straat, ja, dat was gewoon... Omdat ik het zo zat was thuis, dat ik nooit begrepen werd. Ik kreeg overal de schuld van. Ik was een hoer volgens mijn ouders. Of een slet, of weet ik veel wat ze dachten dat ik was. En dat ik gewoon... Ja, letterlijk daarin ging geloven. En met de verkeerde mensen omging. Jongens waarvan ik in geloofde dat ze echt voor me gingen. En... dat ze mij wel konden helpen. En, ik was 17 jaar, dat is heel erg beïnvloedbaar. Ik bloodde in die tijd ook nog. Dus ik heb de helft niet echt meegekregen. Maar ik weet wel dat ik echt... Ja... Heel veel mannen misbruik hebben gemaakt van mij. Van mijn naïviteit. Ik weet nog heel goed een keertje. Toen was ik 17, was ik ook weggelopen van huis. En ik wou per se niet terug naar huis. Dus ik ging met iedereen mee. En vooral dus die jongens. En ik kwam in Lelystad terecht. Op een gegeven moment had een zo'n jongen een auto. En ik moest in die auto blijven. En dan stonden ze met z'n tien of zo om die auto heen. En ze moesten allemaal om z'n beurt met mij. En ze kregen uiteindelijk ook ruzie. Omdat de een langer had met mij dan de ander. En ze deelden mij met elkaar. En toen besefte ik ook echt van, volgens mij is dit niet goed of zo. Op het gebied van liefde ben ik zwaar cynisch. Ook al wil ik heel graag gewoon een normale relatie, kindjes, gewoon een man voor het leven, mee trouwen, mee oud worden. Dat is echt alles wat ik wil. En dan gewoon mijn eigen ateliertje erbij en gewoon werk. Maar... Ik durf het, na alles wat er is gebeurd, durf ik niet meer te hopen op zoiets. Dat voor mij is weggelegd. Nee. Denk het niet.
daarom heeft hij ook zo'n grote schreeuw die er echt uitkomt, maar niemand die het hoort, want iedereen schreeuwt. Dus ja. Ik ben klein, ik ben ook heel erg verdrietig. Ik heb ook heel veel pijn en zo. En heel veel kwaad, boosheid in me, maar ja. Ja, ik kies toch altijd voor het goede of zo, voor het licht. Want ja, ik weet dat dat het beste is. Ja, eigenlijk doet het heel veel met je, want je hebt eigenlijk helemaal geen zekerheid. Ja, je kan niet zomaar even naar je ouders toe gaan of zo. En je hebt geen vaste woon- of verblijfplaats. Dus altijd die onzekerheid van hoe lang zal ik hier blijven en hoe lang blijft het goed gaan. Ik voel me eigenlijk nergens thuis. Ik heb dan wel een huis misschien voor een tijdje, maar dat is geen thuis. Dus nergens voel ik me op mijn plek. Ik durf wel aan de toekomst te denken, want ik weet gewoon van mezelf dat ik degene ben die mijn toekomst in handen heeft. En dus dat ik gewoon kunstenares ben en in de praktijk dus ook word als beroep. Ja, dat is eigenlijk mijn droom. Dus het is niet eens meer een soort van toekomst, maar echt een droom die ik waar moet maken voor mezelf. En of ik nou zwervend ben geweest of dat ik nu zwervend bestaan leid, ja, dat maakt niet uit. Want ik ben een kunstenares en zo ben ik geboren.